Dag, ik ben Marinus de Poter en ik help teams om toekomstbestendig te blijven. Regelmatig heb ik het met leidinggevenden over hun managementsystemen. Kwaliteitsmanagement, continuïteitsmanagement, veiligheidsmanagement, om er maar een paar te noemen. Met als basisvorm de PDCA-cyclus, het inrichten, uitvoeren, evalueren en verbeteren van hun processen en verbeterprojecten. En te weinig klinkt dan soms het besef door dat het bij al die managementsystemen uiteindelijk gaat over het managen van de verwachtingen van hun belangrijkste stakeholders. Je herkent het vast vanuit je eigen praktijk. En het is niet zo handig en dat kan gelukkig veel toekomstbestendiger. Bij alle managementsystemen, denk ook aan de planning- en controlcyclus, gaat het over het managen van verwachtingen. Dus moet je als team heel goed weten wat de belangen en verwachtingen zijn van jullie belangrijkste stakeholders. En natuurlijk ook hoeveel macht ze hebben. Zodat dat jullie doelstellingen goed weerspiegelen waar die belangrijke stakeholders waarde aan hechten. Of dat nu bijvoorbeeld gaat over veiligheid, privacy of geld. Denk steeds in termen van aanvaardbare uitkomsten van jullie belangrijkste doelstellingen, uitgedrukt in jullie KPI's. En ga samen na wat de bandbreedtes zijn van de aanvaardbare uitkomsten. Bijvoorbeeld bij het managen van een project, wat zijn de bandbreedtes voor tijd, geld en kwaliteit met betrekking tot dit project? Als jullie niet blijven voldoen aan de verwachtingen van jullie belangrijkste stakeholders, dan zijn jullie niet toekomstbestendig. Zo simpel is het. Dat geldt zowel voor commerciële ondernemingen als voor goede doelenstichtingen. Om de verwachtingen te managen, moeten jullie voortdurend vooruitkijken en nagaan wat er allemaal op jullie pad kan komen. De mogelijke kansen en bedreigingen kunnen immers invloed hebben op wat jullie stakeholders belangrijk vinden. Daarom zijn goede prognoses onmisbaar bij verwachtingsmanagement. Als de vooruitzichten ongunstig zijn, ga daarna wat jullie nog kunnen aanpassen aan jullie werkstandaarden en werkwijze. En als dat niet mogelijk is, ligt aan jullie kernstakeholders proactief in. Want daar worden jullie interne en externe klanten blij van. Neem gerust even contact op als je wilt sparren over de uitdagingen van jouw team. Ik hoor graag van je.